De stuurgroep COVID-communicatie zal veranderd worden in een taskforce. Dit laat minister Ummar Ramadien van Volksgezondheid weten. Deze verandering is noodzakelijk, zodat de aandacht ook gericht kan worden op andere gezondheidsaspecten. En ook daar zie je dat dit is verwaarlozing van alle andere delen. HIV is ook een infectieziekte, maar je ziet dat er ook weer een beetje negatieve ontwikkelingen zijn geweest binnen COVID-19 door verwaarlozing. En dat je daar weer moet gaan focussen op de reguliere zorg. Dus we gaan een health promotion tour doen vanuit Volksgezondheid, waarbij we meer zaken gaan promoten, meer health promotion gaan doen voor kindervaccins, alle andere vaccins, maar ook meer gezond leven. Erfinspecties gaan we weer oppakken. Dus zo zie je dat we moeten daar naartoe. De minister zegt dat het belangrijk is dat de reguliere zorg weer aandacht krijgt. Zeker nu de COVID-besmettingen afnemen. Ondanks de afname roept hij de samenleving op om voorzichtig te zijn.